de saus hebben we van water nodig. Citroen, gember, azijn, beetje zout en ook een beetje tomatenpuree. Daarnaast hebben we ook suiker nodig en aardappelzetmeel nodig om dik te maken. En die laten we zo ongeveer een half uurtje koken. En dan krijg je die smaak van gember en citroen uit in het water. We gaan nu ongeveer 1 liter saus maken. Zo, hier gaat die gember, citroen, water. Het saus is, noemen we het zoetzuur saus. Dus hebben we eigenlijk heel veel azijn en suiker nodig om zoetzuur te krijgen. Voor 1 liter water hebben we ongeveer 300 gram azijn nodig. En 200 gram suiker nodig. Oeps. En nog een lepeltje zout. En wat tomatenpuree voor de kleurtjes. Ik hoef echt heel weinig te hebben. Voor mij is die al zoet genoeg. Maar als jullie thuis denken van die is niet zoet genoeg voor mij, de verhouding, kun je nog wat suiker extra toevoegen. Als het kookt, dan voegen we wat aardappelzetmeel toe. En dan wordt het een beetje dik en dat is een lekker saus. We gaan nu de saus afmaken. Dus dik maken met aardappelzetmeel. Aardappelzetmeel in zo'n beker. Die gaan we mengen met kookwater. En dan voegen we ze roerend toe aan de saus. Even wachten ondertussen. Die heeft toch een beetje tijd nodig om dik te worden. De saus is goed. Smaakt precies even als in mijn restaurant. Dit is een goede dikte. Daar is de saus. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal.